Dit is de Haagse Ballonnenboer. En Stekelkerk. Hoi allemaal, gezellig dat jullie er weer zijn. Welkom bij de Haagse Ballonnenboer en zijn magie. Want wat gaan we doen vandaag? We gaan weer een goocheltrucje doen. Ja, want dat vind ik veel te leuk. En ik heb het ook een paar keer al beloofd. Ik wil tussendoor toch eens tussen de ballonnenworkshops even wat anders. Dus, trucjes met ballonnen zijn altijd leuk. En misschien ga ik later ook nog andere trucs doen, maar voorlopig met ballonnen. Want de ballonnenboer, daar staat hij voor, hè? Ja. Ik heb hier een ballon. Die ga ik zo meteen opblazen. Met mijn eigen lucht. Maar die wil ik laten zweven. Dus dat die net zoals met helium gaat zweven. Daar heb ik wel jullie hulp aan nodig. Dus, blijf erbij. We blazen hem even op. Oké, genoeg lucht erin. En wat doet zo'n ballon dan als je eigen lucht erin hebt? Inderdaad, die zakt als een baksteen naar de grond. Maar, we gaan hem even erbij halen. Wat we gaan doen, we gaan zorgen dat hij toch zweeft met jullie hulp. Nou, ik heb hier mijn magische touw. Een kort touw, hoe je het ook noemt. En daar gaan we de ballon aan vastmaken. Zo, dat hij goed vast zit. Tadaa! Nou hoop ik namelijk dat hij gaat zweven. Als jullie met je vingers misschien kunnen knippen. Dit. En als die lukt, dan doe je zo. Dan blijft hij, denk ik, zweven. Ik help mij natuurlijk, hè. Dus ik blaas even nog wat extra er tegenaan. Daar gaan we, hè. Knip met je vingers en denk aan zweven. Oké, let op, ik laat hem los. Yes! Hij zweeft. Geweldig, hè. Oh, ik mag hem niet vasthouden. Oh, ik moet hem los, hè. Ja, dan moet ik hem loslaten. Ja, maar dan zakt hij naar beneden. Oké. Dat was geen goede opening, hè? Nee, daar was ik al bang voor. Dus knippen met je vingers. En moet ik hem echt loslaten dan? Weet zeker? Oké. Okay. Nou, weet je wat we gaan doen? Als jullie dus met je vingers gaan knippen. Ik haal hem even naar boven. Ja. Kijk. Ta-ta-ta-ta-ta. Weet jullie zeker dat jullie... Ja? Oké. Nou. Haal hem even zo. Oké. Hij zweeft. Geweldig, hè? Oh, ik mocht hem niet meer vasthouden. Oké, dan laat ik hem even los. En als jullie dan zorgen dat je knipt of je knipt zo, dan blijft hij zweven. Ja? Hè? Ja, daar zweeft een ballon namelijk boven mijn hoofd. Ja. Oh! Hij zweeft echt! Oh, jullie hebben het echt goed gedaan! Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe krijgen jullie dat voor elkaar zo? Dat hij blijft... Oké. Maar hoe krijg ik hem nou weer naar beneden? Oh, gewoon hier mee pakken, ja? Ja? Oké. En jullie doen nu niks meer? Dus dan kan ik hem gewoon eigenlijk gewoon zo mee pakken. Hoe doe je dat? Ik zou toch goochelen? Oh, met jullie natuurlijk... Jullie zijn degene... Oh... Dus eigenlijk kan ik het, maar jullie doen het. Ha, ben ik ook blij mee. Helemaal top. Nou, weet je, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En probeer het misschien een keer thuis met je broertje of zusje. Gewoon knippen. En misschien blijft je zweven. Hey, voor nu een hele fijne dag. Blijf allemaal gezond. En misschien volgende keer doe ik weer een truc. En onthouden, hè, om 7 uur 's avonds, om de 2 dagen, heb ik een ballonnenworkshop. Dus vind je dat leuk? Dit is de Haagse ballonnenboer. En stekeltje. De Haagse